Welkom bij deze nieuwe tip voor Microsoft Stream. In een video van 3 april heb ik al de basis laten zien van Microsoft Stream en daarin noem ik dat het nog niet mogelijk is om in een privégesprek via de chat een opname te maken. Ondertussen is die optie er wel, dus je kan nu ook in een chat gewoon het gesprek opnemen en dat kan heel handig zijn bij afstudeergesprekken, assessmentgesprekken of welke gesprekken je dan ook voert. Nu is het standaard zo dat degenen die aan die chat deelnemen en aan dat gesprek deelnemen rechten hebben om de video te bekijken. De vraag is echter of dat altijd wenselijk is. Ik ga hier de mogelijkheden laten zien die er zijn. Ik heb net een gesprek gevoerd met Marcelle en dat gesprek even opgenomen en dat is netjes geüpload in Stream. En je ziet hier dat ik eigenaar ben van het geheel en dat Marcelle in principe helemaal geen rechten heeft, alleen zij kan de opname wel gewoon bekijken, zowel in Stream als via Teams. Dat is wat gek, maar dat is wat het is. Zij heeft niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld de video te downloaden, die mogelijkheid heb ik als eigenaar wel. Maar misschien willen we toch voorkomen dat zij ook de video kan bekijken. Dat is op zich makkelijk op te lossen door op het kruisje te klikken haar te verwijderen. Wat je niet moet vergeten is om op toepassen te klikken. Pas op dat moment worden de rechten ook daadwerkelijk ingetrokken. Mocht je later toch weer diegene toegang willen geven tot de opname, dan kan je hier via personen uiteraard de persoon weer toegang geven of eventueel andere mensen die iets van de opname moeten vinden. Op deze manier kan je de rechten dus heel makkelijk inperken en dit kan je al doen op het moment dat de video wordt geüpload naar Stream. Je hoeft dus niet te wachten tot het bestand hier helemaal voltooid is.